1984, 85 sowieso. Was zijn er gebieden geweest? Ja, was zo breakdance, ja. Electro, maar dan Scratch en Grandmaster Flash, al die spullen, graffiti's, spuitbussen gaan kopen, graffiti's gaan zetten ondertussen. Technics, diepe cubes leren kennen, leren beatmixen, leren scratchen, ja. Leren muziek kennen, leren voor het publiek draaien. Dat was dan ook commerciëlere spullen, disco, van alles erdoor, pop, ja. Pop uit die periode. In België hebben we dan overal rondgedraaid. Eskimo, bepaalde compilaties gemaakt die dan in het buitenland goed ontvangen geweest zijn. En dan in één keer draaide Londen en voordat het weet staat hij Japan. De mensen ze gaan weg om een goede avond te hebben. Dus hij begint met hen er een goede avond te geven en dan kun je nog van alles proberen. Maar in de eerste plaats moet het toch leuk zijn voor die mensen die allemaal betaald hebben. Physical is het eerste dat echt officieel als singeltje is uitgekomen. Die dus ook op ons eigen persoonlijk LP'tje staat. En we zijn nu volle bak aan het werken aan in feite een soort vol album rond die Disco Drunkards. Heel freestyle. Niet songgebonden, niet te moeilijk doen. Werk het niet, jawel, dat stoppen we. Werk het wel, dan gaan we gewoon verder. Waar wij vrij goed in zijn, is hedendaags draaien met jouw muziek. Ah, nee. Dus wij. Wij draaien vrij veel aan bro. Sinds een jaar of twee toch overgeschakeld op CD, omdat de machines die. Die specifieke machines die nu op de markt zijn voor DJ's. Ik had het merken, Pionier heeft echt wel een super machine uitgebracht. Hoe dat we nu de muziek kunnen gebruiken en ter plekke kunnen bewerken en herwerken, en dat heeft zoveel. Het krijgt een nieuwe dimensie gewoon. Uw muziek blijft zelfs. Het publiek kan altijd niet beseffen, het is een cd, het is een plaat, het is een computer, maakt hun ook niet veel uit als het maar steeds een leuke avond uit is. Graag muziek horen, graag met muziek bezig zijn en je ziet wel waar dat het terecht komt uiteindelijk. Veel ervaring opdoen en niet vies zijn van het publiek te plezieren. Ja, voilà.